Hoi, hier David van Bright. Iets meer dan een jaar geleden heeft mijn collega Bram een video gemaakt van de Google Chromecast met Google TV. Hij was destijds nog niet in Nederland verkrijgbaar en Bram had hem uit het buitenland gehaald. De reden dat hij officieel nog niet verkrijgbaar is in Nederland komt omdat Google TV niet ondersteund wordt in ons land. Ja, hij heeft wel een Nederlandstalige interface, maar hij werkt gewoon niet goed met Nederlandse apps. Maar eerst even wat over deze nieuwe stick. Dit is de opvolger van de oorspronkelijke Xiaomi TV stick. En die had een resolutie van Full HD 1080p. Deze, de naam suggereert het al, heeft natuurlijk 4K, maar hij heeft ook de nodige andere verbeteringen. De oorspronkelijke Xiaomi TV stick die werd nogal warm. Hij bleek ook erg traag te zijn en er waren ook de nodige wifi problemen. En ik kan je nu alvast vertellen dat dat allemaal opgelost is. Als ik eventjes mag nerden, onder de motorkap zit meer RAM, een betere chip en een snellere grafische processor. En ik moet ook zeggen, hij is gewoon lekker snel en ik heb geen enkel wifi-probleem gehad. Hij heeft een nieuwe codec, AV1, daar maken vooral YouTube en Netflix gebruik van. En hij ondersteunt ook Dolby Atmos en Dolby Vision. Maar nu gooi ik die motorkap even heel snel dicht, want we willen natuurlijk gewoon als niet-nerds weten wat mijn ervaring in de huiskamer is met die nieuwe stick. Hij heeft namelijk ten opzichte van de oorspronkelijke stick ook een nieuwe Android TV, namelijk nummertje 11 in plaats van 9. Ik ben eerlijk gezegd nooit een fan geweest van Android TV. Ik vond het altijd een beetje een rommeltje en niet erg intuïtief. Nou moet ik wel toegeven dat het wel een aantal jaren geleden is dat ik voor het laatst gestoeid heb met Android TV. En dat merkte ik ook meteen met deze nieuwe Android TV 11. Man, wat een verademing ten opzichte van een paar jaar geleden. Het is gewoon intuïtiever, het is overzichtelijker en het is eigenlijk gewoon fijn om mee te werken. En ook de installatie was gewoon verfrissend makkelijk en simpel. Ook de bediening via de afstandsbediening is overzichtelijk en simpel. Je hebt een aantal knoppen voor Netflix en Prime, zodat je snel die apps kan opstarten. Je hebt een home-knop, een terugknop, uiteraard een volumeknop en een D-pad om mee te navigeren en een Google Assistant-knop. En dan heb je nog een derde knop en die roept de patch wall op. Ik wist niet wat het was, maar dat is kennelijk een soort sausje van Xiaomi zelf over Android TV heen. Alleen, dat werkt ook niet in Nederland, maar ik geloof ook niet dat dat een gemis is. Wat ik wel heel erg mis op deze afstandsbediening is een knop waarmee ik direct in de instellingen kan komen. Dan zit ik lekker een filmpje te kijken, ergens in een app, YouTube, Netflix, whatever. Dan wil ik het geluid veranderen of het beeld veranderen. Dan moet ik uit die app, uit mijn film, terug naar de homepage. En dan naar dat icoontje daarboven voor die instellingen om dat te veranderen. En dan moet ik weer helemaal terug die app in om weer die film te kijken. Dat vind ik echt onhandig. Oh! En Xiaomi levert geen batterijen bij deze afstandsbediening. Maar dat even terzijde. De Android TV 11 interface maakt een hele hoop goed. Wat meteen opvalt is die bovenste rij iconen van de apps. Dat is kenmerkend van Android TV in tegenstelling tot Google TV. Google TV laat niet die apps zien, die laat alleen maar aanbevelingen zien. En dat zijn aanbevelingen van allerlei films en series uit allerlei apps gehaald. Maar je ziet dan niet de app zelf. Nou heeft Android TV 11 ook wel aanbevelingen, maar dat gaat per app. Dat zie je bovenaan al staan. Door Netflix aanbevolen voor David. En Google TV die plukt ze dus gewoon overal vandaan. Dat zal je hier niet vinden. Wat ik bijvoorbeeld heel fijn vind aan Android TV, en dit kan je niet doen met Google TV, is dat ik de locatie van die aanbevelingen kan verplaatsen. Ik wil de YouTube-aanbevelingen bovenaan hebben? Nou, dan zet ik ze ook gewoon even bovenaan. Voilà. Uiteraard kan je nieuwe apps via de Play Store downloaden. En het goede nieuws is dat ze een heel groot aanbod hebben. De Nederlandse dingen die je wil, thuisbezorgd, NL Seed, Pathé, noem het allemaal maar op, ze zijn beschikbaar. Zelfs Apple TV kan ik installeren. Ongelooflijk, hè? Kortom, alles wat je content hartje begeert, kan je zo'n beetje kijken of luisteren of zien. En zelfs al kan je een app niet vinden in de Play Store, dan kun je misschien wel de app vinden voor je smartphone. En die stick die heeft een Chromecast ingebouwd, dan kan je alsnog naar de tv streamen.
Over zoeken gesproken, Bram ergerde zich in zijn video mateloos aan de domheid van de Google Assistant die hem maar niet begreep. Hij kon maar niet vinden wat hij zocht. Kijk maar even. Download NLZiet. Oh jongens. NLZiet. Dan komt hij dus weer met een YouTube-lijst van filmpjes die met NLZiet te maken hebben. Wel fijn dat ons filmpje van Bright bovenaan komt te staan. Nou is die domheid onveranderd gebleven, althans als ik exact hetzelfde zeg als Bram. Download NLZiet. Kijk, dan krijg ik ook YouTube-resultaten, maar ik heb ontdekt dat er wel wat verbeterd is. Want als ik gewoon iets anders zeg, dan vindt hij namelijk wel. NLZiet app. Kennelijk moeten wij mensen ons aan gaan passen aan de kunstmatige intelligentietaal van Google Assistant. En dat gaan wij mensen natuurlijk nooit doen. Vandaar dat Bram nooit voorgeschoteld kreeg wat hij wilde. Hij zei op een gegeven moment ook van speel Beatles af op Spotify. En dat leverde ook maar weer YouTube-video's op. Zelfs als ik gewoon een Spotify-liedje wil opzetten en ik zeg dat redelijk letterlijk, dan krijg je het nog voor elkaar om mij een YouTube-filmpje voor te schotelen. Bij mij werkt dat nu wel, dus ik denk dat Google Assistant toch wat slimmer is geworden. Speel Beatles op Spotify. Wel een geremasterde versie. Ik kan nu ook gewoon prima slimme dingen in mijn slimme huis aan- en uitzetten, zoals de verlichting. Zet de lampen uit. Zet de lampen aan. Maar ik heb ook iets heel doms gevonden, namelijk is er veel verkeer naar mijn werk. Er is matig verkeer op de route naar jouw werkplek. Het zou dus 1 minuut moeten duren. Ja, ik werk gewoon hier thuis en op straat is geen ziel te bekennen, dus dat is niet matig druk. Al met al kan ik prima leven met deze Xiaomi TV Stick 4K. De bediening is goed, intuïtief, Android TV 11 is volwassen geworden en ja, hij biedt me gewoon alle content die mijn hartje begeert. Op dit moment biedt de Chromecast met Google TV nog geen echte meerwaarde, maar dat kan natuurlijk met de tijd veranderen. En als dat dan komt, als ze hem officieel gaan ondersteunen, dan denk ik dat ik voor de Chromecast met Google TV zou kiezen. Maar ja, tot die tijd is dit een prachtig alternatief. En dan is er nog die andere grote speler, Amazon. Die heeft de Fire Stick en die is sinds november ook in 4K verkrijgbaar. Maar ook die stick heeft een probleem. Ja, hij heeft een Nederlandstalige interface, maar als je iets zoekt met Amazon Alexa, dan moet je alles in het Engels inspreken. Dat wordt hem dus ook niet. Kortom, totdat al die andere sticks en mediaspelers Nederland ondersteunen, kies ik toch eigenlijk liever voor deze stick met Android TV. Ik moet voor Nederlandstalige documentaires of series toch de app in, zoals NPO of Videoland, dus dat maakt me niet zoveel uit. En als het om de prijs gaat, ja, dan is er ook niet veel verschil. De adviesprijs van de Xiaomi TV Stick 4K is rond de 80 euro en dat is ongeveer hetzelfde als die Chromecast met Google TV. Dus dat is ook om het even. Dat was hem. Dat is de post van mij. Hallo? Ja? Joep.